Bij Engeland kwam de 3-1 nederlaag tegen Nederland hard aan. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won in de Limares, waardoor de Britten de finale van de Nations League mislopen. Het besef volgde na afloop al snel, in grote wedstrijden tegen grote teams zijn fouten dodelijk. Engeland kwam voor rust nog wel op voorsprong door een rake penalty van Marcus Rashford, maar na de 1-1 van Matthijs de Ligt moesten de Three Lions in de verlenging alsnog het hoofd buigen. Aanvoerder Raheem Sterling baalde als een stekker. We probeerden van achteruit te voetballen, dat werkte niet altijd even goed. We hebben stomme fouten gemaakt, en daarvoor hebben we de prijs betaald. De 2-1 en 3-1 van Oranje volgden namelijk na flaters van John Stones en Ross Barkley, maar Gareth Southgate is desondanks niet van plan om zijn speelwijze aan te passen. Ik vraag mijn spelers om van achteruit op te bouwen, sprak de bondscoach na afloop. Als we zo niet hadden gespeeld, dan hadden we hier überhaupt nooit gestaan. We hebben ook niet verloren door onze speelwijze, maar door een slechte uitvoering daarvan en vermoeidheid. Dan heb ik het niet alleen over die twee doelpunten, we gaven namelijk nog veel meer kansen weg. Daarvoor hadden we al eerder gestraft kunnen worden. Al met al zag Zitgaten een sterk Oranje. Het was een ongelooflijke avond, waarop we veel geleerd hebben. Oranje heeft een topteam dat ons veel problemen heeft bezorgd, andere problemen dan we in het verleden hebben gehad. Engeland moet dan ook lering trekken uit de nederlaag, vindt hij. Want zo heel veel van dit soort absolute topwedstrijden speel je doorgaans niet. We hadden ook een EK-kwalificatiewedstrijd kunnen spelen zonder iets te leren. Deze nederlaag zal de komende dagen pijn doen, maar we zullen hier sterker uitkomen. Harry Kane mocht halverwege invallen, de spits nam de bent direct over van Sterling. Hij baalde vooral van de 1-2 die niet doorging, de goal van Jesse Lingard kort voor tijd werd, terecht, afgekeurd wegens nipt buitenspel. We dachten de winnende te hebben gemaakt, maar in topwedstrijden zoals deze maken die details het verschil. We waren centimeters verwijderd van de zege, maar dit draagt bij aan ons leerproces. Hier is de VAR voor. Natuurlijk is het moeilijk om te accepteren wanneer je denkt dat je gewonnen hebt, maar ze zullen het vast bij het juiste eind hebben. Net als Southgate zag ook hij dat Oranje een uitstekende wedstrijd speelde. Van die slordigheden moeten we leren, want die kunnen worden afgestraft. Dat is namelijk wat topteams zoals Nederland doen. Voor nu moeten we deze tik incasseren.